Als je dat dan gaat vertalen naar een live podium, is dat weer hetzelfde? Dat ook Live, die emotie die naar boven komt en. ja, dat is, maar dat is live. Ik hou van een stage. Ik hou zo hard van een stage. Dat is niet normaal. Eens dat ik op een stage sta, niemand kan mij iets doen, niemand kan mij iets zeggen, niemand. Oh, dat kun je niet, of dat gaan niet, of dat mag niet. It's me, myself and I. Dus ik laat volledig alles los en alle energie dat ik heb, geef ik aan het publiek en ik krijg terug. Allee, dus ik ben heel speels op het podium. Ik loop van links naar rechts en ik vind dat leuk om de mensen zo mee te krijgen. Ook als ik op school ging, als iemand mij vroeg zing eens, ik zong meteen. Omdat ik dat graag deed. Ik wil altijd iets geven aan een persoon. En daarom dat, zelfs mijn vrienden, als iemand ons steeds ziet, zeggen, dat is echt. Je zegt gewoon Koen niet dat we kennen van op school en dat is gewoon de stilte zijn. En ja, ik vind dat heel leuk. En het toffe eraan is gewoon als ik mensen een glimlach kan geven en als je dat dan terugkrijgt en op het einde van elk lied hoor je dan dat applaus. Dus dan moet je tijdens de volgende track nog meer geven, nog meer energie geven. Dus ik pak die energie, dat zit in mij en dan zeg ik dat er terug weer uit en dan terug weer elke keer opnieuw. En op het einde van de show ben ik altijd stikkapot. Is er misschien één show die je bij is gebleven, die misschien iets wat er gebeurd is of? Ik krijg die vraag echt heel veel. Uiteindelijk, als ik er goed over nadenk, zijn er zoveel. Echt heel veel, heel veel. Ik heb er ene dat ik. We zijn een paar jaar geleden naar La Réunion geweest. La Réunion, ik weet niet of je dat kent. Dat is dus, je hebt Madagaskar en dan heb je een eilandje eronder, La Réunion. Afrika, allee, naast Afrika is ook. En daar, Stromae moest daar ook spelen en zo. En dat was gewoon, allee, je komt ertoe. En bij hun was het winter, maar het was nog goed weer. Snap je? Dus ze voelden daar niet echt. Enkel s'avonds voelde een beetje bliesje, maar dat was echt nog oké. En dat was daar gewoon echt wauw. Want mensen kennen je daar niet, die dat volk dat daar is. En ik weet dat ik nog. Dat ik ben beginnen blijten op het podium. Ik ben beginnen wenen op het podium. Dat gevoel en die mensen die voelden dat iedereen was mee. En die sfeer daar gewoon. Allee, je doet een concert naast de zee. Ik weet niet meer of het de Indische Oceaan was, of ik weet niet meer welke oceaan het was, maar. Wauw! Op een strand, wauw, dat was dat gevoel. Ik kan dat gewoon niet. Dat was een heel leuk gevoel, want iedereen, die handen waren in de lucht, er was heel veel volk, iedereen was aan het dansen en iedereen voelde het. En, dat was niet normaal. Dat blijft echt iets, zoals ons team nog steeds pakt. Wauw, dat was echt een tof moment, want we waren daar gewoon met ons team, maar buiten dat zijn wij ook vrienden, dus dat is zo een gevoel van yes! Want dat is interessant, want dit is dan. Je maakt liedjes en bedenkt liedjes thuis op je slaapkamer of studio, met een groep in de studio. En dan ben jij halfway across the world en dan krijg je zo'n reactie. Dus wat doet dat met je? Ja, dat geeft je een gevoel van. Op dat moment, hè, als je bijvoorbeeld een probleem had of er is iets gebeurd, dan denk je daar niet meer aan. Dan het goede overheerst de kwade. En dan denkt hij ineens van, this is why I do this. Dus echt, dit is waarvoor ik muziek maak. Dit is het gevoel dat mij dat geeft, dat is blijdschap. Ik word daar zenuwachtig van, maar tegelijk blij. En ik kan een gat in de lucht springen en ik kan blijven ratelen naast je. Oh my god, ik wil nog eens. Ik wil nog eens. Dus dat is een zot gevoel. En dan denk je aan bij veel shows waar ik echt emotioneel werd, dan denk ik aan alles wat ik met mijn moeder vroeger heb meegemaakt, met mijn broers vroeger. Ik denk van, now you here. Ja, dat is wel interessant dat je zo. Dus is dat de rol voor jou, voor muziek? Ook om gewoon
dat kwijt te kunnen, om die emoties los te kunnen laten en dan ook... Ja, 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 ja. Veel aan, ik raad gewoon, ik geef mijn alles om energie terug te krijgen. Hmm. En als ik op stage ben, wil ik ook dat mensen mij begrijpen en dat mensen mee zijn met wat ik zeg. En ook dat ze zich, that they can relate. Mm-hmm. Dus dat is een beetje wat ik ook probeer te doen. En in het begin, als mensen die niet kennen, dan proberen ze zo ook mee te zijn. Dan denk ik zo van wie is dat? Ja. En halverwege de show zie je die ineens op begin bewegen en zo. En op het einde van de show, iedereen met zijn handen in de lucht. Dat is een zot gevoel. Ik vind dat echt, ja, ik vind dat amazing. Dat is raar, ik kan dat, niet, ja, ik kan dat gewoon niet uitleggen. Dat is een tinteling. In de, Als laatste, ik wil natuurlijk ook even hebben over de muziek die je onlangs hebt uitgebracht. Ja. Don't Care. Ja. Ik heb van het nummer heb ik één zinnetje opgeschreven, dus ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Been labeled the underdog, but now I'm getting ready for war. Ja. Waar kwam dat zinnetje vandaan? Gewoon, als je bezig bent, mensen zijn niet altijd overtuigd. Hmm. En ergens kan ik dat ook wel snappen. Want wie ben jij, van waar kom jij ineens? Komt dat je zo groot aan het worden bent? What's happening? En veel mensen moeten echt altijd zien voordat ze geloven dat het goed is. Ik wil geen dikke nek hebben of zo, maar ik snap wel als je iets niet denkt van. Hoe zeg je dat? Een eendagse. Yeah, one day fly. One hit wonder. Ja, ja. Yeah. En dat ineens. Snap je? En als mensen dat zien, als ze dat echt kunnen appreciëren. En ik ben klaar om nu een beetje te laten zien: van kijk, this is what I do, this is what I like, I'm here. Want is het vooral in. We leven tegenwoordig in een wereld met social media en iedereen heeft een mening. Dus is dat moeilijk om daarmee om te gaan? Bij mij, ik heb daar eigenlijk geen probleem mee, omdat ik altijd positieve reacties krijg. Altijd, overal, altijd positieve reacties krijg. Dus ik. Hey, dat is, je moet niet vergeten, er zijn zoveel mensen in de wereld. Heel veel. En er zijn mensen die haters hebben. Altijd. En misschien gaan ze dat niet voor je gezicht zeggen, maar je gaat ze wel hebben. En er zijn andere mensen die je echt from the bottom of their heart appreciëren. Die appreciëren. Dus ik probeer mij niet te neig te focussen op andere dingen. Ik probeer mij gewoon te focussen op de positieve energie die ik krijg om verder te kunnen gaan. Omdat ik vind dat dat belangrijk is. Want als je te veel op de negatieve focust, dan kun je niet, dan ben je niet meer geconcentreerd en dan ga je volledig een andere weg inslagen en dat wil ik niet. Ik wil met de positieve energie muziek verder pushen. Nee, ons muziek verder pushen, dus ik laat de rest achterwege gewoon. Want anders gaat dat niet. En nu begrijp ik dat er ook een album aankomt? Ja, in maart. Dus wat hoop je? Je zegt ik wil die muziek pushen, ik wil die positieve energie pushen. Dus wat hoop je dat het album gaat doen? Wat ik hoop. Ben je daarmee bezig met hoe het ontvangen wordt? Of focus je meer op gewoon leuke muziek, goede muziek maken? Ja, ik ben met alles bezig tegelijk. Hmm. Maar soms is dat niet goed, want mijn hoofd wordt daar ook heel moe van. Maar echt mentaal heel moe. Hmm. En we hebben heel lang muziek gemaakt. En nu, 2 jaar later, kom ik met mijn album. En ik weet niet hoe dat mensen dat gaan... Ik weet dat mensen dat gaan... appreciëren, want ze zei eindelijk, she's back. Maar ik weet niet hoe, want dat is anders. En ja, ik ben ook volwassen aan het worden. Ja. De muziek is ook anders, wat dan normaal is. En hoe gaan mensen dat aanpakken? Dus ik hoop dat ze er blij mee gaan zijn. En als ze een mening of zo hebben, of ze denken, dat kan beter, dan vind ik dat leuk dat ze die feedback geven. Ja. Vooral veel feedback om ook te blijven groeien. Maar ik weet het niet. Ik hoop het. Ik, ik, ik,
ik kan daar niet, ik weet het niet. Hmm. Ik wil gewoon, ik denk altijd van, oké, maybe you should just go with the flow. Hmm. Go with the flow. Not and, worry too much. And yeah, you will see. Hmm. Maar soms de andere helft denkt van, oh my god, wat gaan ze denken, wat gaan ze ervan vinden? En dan 30 maart speel ik ook in Ancien Belgique, hmm. daarna ben ik in België. Albumvoorstelling. En daar denk ik dus ook aan, oké, okay, de album komt uit in maart, dan is de AB. Oh my god. En de tickets zijn heel goed aan het gaan. Mm-hmm. It's crazy, dat is heel, heel zot van waar dat wij komen mm. en waar dat we nu staan. En de album komt eraan en dat is ons allereerste album, dus is... Dat is niet te geloven. Dat is, mm-hmm. niet, dat is niet normaal. Dat is heel zot. Dat is echt heel zot. Als laatste wou ik je vragen wat de albumtitel gaat worden, maar ik geloof dat je dat nog niet mag zeggen. Nee, ik weet het. Nee, ik weet het nog niet. Koyli, heel erg bedankt voor je tijd. Dat is geen probleem.